Roger Cox is iemand die ons hier bij onze zaak, onze rechtszaak in België, met raad en daad bijstaat. En daar zijn we hem bijzonder dankbaar voor. Dames en heren, uw applaus voor Roger Cox. Die call to action komt niet te vroeg. Het is alle tijd om die actie te ondernemen en om aan die oproep gehoor te gaan geven. Dat is ook de boodschap die ik probeer over te brengen met dit boek, Revolutie met Recht. In dat boek beschrijf ik de klimaatproblematiek en de politieke padstelling die rond het thema wereldwijd en ook in Nederland en ook in België is ontstaan. En ik analyseer daar in dat boek waarom het eigenlijk niet goed mogelijk is voor de politiek om zich aan die padstelling te onttrekken. En dat daarom noodzaak is om tot eigenlijk een depolitisering van het vraagstuk over te gaan. En het recht biedt daar eigenlijk heel goede aanleiding toe. En kan ook als een hefboom voor een beter klimaatbeleid dienen. Niet zozeer door bedrijven aan te spreken. Dat ligt bij de meeste mensen het meest voor de hand om te doen. Of althans, die gedachte komt het snelst op. Moeten we de Shells en de ExxonMobil's van deze wereld niet gaan dagvaarden? Ik denk dat we dat zeker moeten doen. Maar dat we onze pijlen primair en in eerste instantie moeten richten op onze eigen nationale overheden. Want dat is uiteindelijk de partij en zijn de partijen die de eindverantwoordelijkheid dragen voor het beschermen van de burgers en de samenleving tegen groot gevaar. En zoals zojuist ook duidelijk geworden is door de verschillende presentaties die u al gezien heeft, is dat gevaar ook daadwerkelijk groot. Zoals gezegd, de staat betwist heel veel, maar betwist één elementair ding helemaal niet. En dat is denk ik een heel belangrijk iets om te beseffen. En dat is ook iets wat heel duidelijk zal worden bij de klimaatzaak in België. Is namelijk dat de staat de klimaatwetenschap in het geheel niet zal betwisten. Anders dan we in de media zien, is in de rechtszaal is de discussie rondom de klimaatwetenschap een hele andere. En dat komt omdat voor een rechter het dwingend bewijs, en dat is de staat ook met ons eens, het dwingend bewijs rondom de klimaatwetenschap zijn de uitkomsten en de conclusies van de IPCC-rapporten, het Intergovernmental Panel on Climate Change van de VN. En waarom is dat zo? Omdat eigenlijk de totstandkoming van die rapporten heel goed weergeeft het principe van hoor en wederhoor, zoals wij dat ook in de rechtbank kennen. Want die rapporten komen tot stand niet omdat het IPCC zelf onderzoek doet, maar doordat het IPCC naar het onderzoek van anderen kijkt, dat analyseert en daar rode lijnen uittrekt. En die conceptrapporten worden vervolgens voorgehouden aan externe panels. En die panels mogen daar commentaar op geven. Dat wordt dan weer teruggenomen. Dat wordt verwerkt in een volgend concept. En in een tweede ronde volgt er nog een hele beoordeling van het vervolgconceptrapport door 195 landen in de wereld die het allemaal weer bij hun eigen organisaties intern uitzetten om het te becommentariëren. En in al die wetenschappelijke rapporten die analyse ondergaan, daar zit zowel de klimaatsceptische wetenschap als elke andere wetenschap. Dus de oordelen van het IPCC zijn eigenlijk op het hele spectrum van de wetenschap gebaseerd. En daarom is er geen rechtbank die datzelfde proces ooit zou kunnen overdoen. Dus in een rechtszaal kun je die conclusies van het IPCC helemaal niet aanvechten. Zeker niet als je een nationale staat bent. Want als nationale staat heb je die rapporten namelijk zelf mee vastgesteld. Dus waarom wij dit soort discussies in de media nog hebben, is eigenlijk een groot raadsel. Bewijstechnisch is er gewoon geen discussie. En laten we dan eens kijken naar een paar elementen die voor de juridische discussie van belang zijn. Wat zijn nou centrale stellingen van het IPCC die wij gebruiken in deze klimaatzaak? Nou, er zijn 200% zekerheden. De ene zekerheid, 100% zekerheid, is dat de aarde opwarmt. En de andere 100% zekerheid is dat de broeikasgassen in de atmosfeer sedert de industriële revolutie met 40% zijn toegenomen. Dat weten we allemaal helemaal zeker. Wat wij voor 95% zeker weten, is dat die twee zaken, die twee volkomen zekerheden, aan elkaar gerelateerd zijn. Dus we weten 95% zeker dat de toename van broeikasgassen, die man-made zijn, moet ik dat dan trouwens bij zeggen, hè, dus onze eigen economische uitstoot van verbranding van met name fossiele brandstoffen, dat is een 95% zekerheid dat wij de oorzaak van de opwarming zijn.
En er is een 90% zekerheid dat zodra we de 2 graden passeren, dat alle regio's in de wereld, geen enkele regio uitgezonderd, Nederland niet, België niet, geen enkele regio, dat alle regio's in de wereld de negatieve effecten van klimaatverandering gaan ondervinden. Je hoort vaak nog de discussie, als het wat warmer wordt, dan hebben we wat meer oogst in Noorwegen bijvoorbeeld, hè, omdat de landbouwopbrengst daar dan zou kunnen toenemen. Vanaf 2 graden geldt overal dat het negatief gaat worden. En dat is ook de reden waarom in 2010... 195 landen die allemaal lid zijn en aangesloten verdragspartij zijn bij het VN-klimaatverdrag, dat al in 1992 tot stand gekomen is. Maar in 2010 hebben al die landen met elkaar besloten om een concretisering van dat klimaatverdrag te bewerkstelligen. En daar is afgesproken, 2 graden is gevaarlijke klimaatverandering voor de menselijke samenleving en voor alle ecosystemen waarvan de mens afhankelijk is. Want dat is de centrale doelstelling van het VN-klimaatverdrag, het voorkomen van gevaarlijke klimaatverandering. Maar tot 2010 is daar nooit een getal aangehangen. Nu dus wel, en dat getal, dat is 2 graden. Diezelfde 195 landen hebben met elkaar dus ook vastgesteld dat dit over grootschalige mensenrechtsschendingen in de wereld gaat. Ja, dus het is al vaker gezegd vanavond, dit gaat niet alleen over milieu. Dit gaat over ons en dit gaat over onze rechten op leven, op gezondheid en dergelijke rechten meer. In 2010 nogmaals 2 graden, maar daar is ook een getal aan gekoppeld wat dat van inspanning zou vragen van geïndustrialiseerde landen om die 2 graden te vermijden. En ik zeg daarbij een kans van 50% om het te vermijden. Want zelfs als we die 25 tot 40% reductie in 2020 halen, betekent dat strikt genomen nog steeds maar dat we een kans van 50% hebben om onder die 2 graden te blijven. Hoe hoger we naar die, als we meer in de bandbreedte richting de 40 gaan, wordt dat percentage hoger. Loopt ongeveer op tot 85%. Maar als we 25% reduceren, zitten we op een 50% kans. En die 25% die nemen wij nergens tot uitgangspunt. Dat doet de EU niet, dat doet België niet, dat doet Nederland niet. Dat is geen enkel land dat tot uitgangspunt neemt als reductieniveau voor 2020. Maar we hebben wel met elkaar vastgesteld, als we het niet halen, dan zijn we eigenlijk op de hele verkeerde weg. En in 2012 wordt dat allemaal heel erg duidelijk, omdat de Wereldbank, het Internationaal Energieagentschap, het IPCC, accountancykantoren als PricewaterhouseCoopers, en Serge had het er al over, allemaal tot dezelfde conclusie kwamen. We zitten gewoon op een koers van 4 graden of meer. En die 2 graden gaan we niet halen als we niet drastisch, en dat woord mag onderstreept worden, als we niet drastisch tot verdergaande reductie overgaan. En in 2013, tijdens het World Economic Forum in Davos, zei de Managing Director Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds het als volgt: unless we take action on climate change, future generations will be roasted, toasted, fried and grilled. Kunnen wij hier gewoon bijstaan en ernaar blijven kijken, wetende wat er op het spel staat en vervolgens niks doen? Wij denken van niet. Wij denken dat een aantal juridische verplichtingen, en ik ga niet technisch worden met jullie, hè, maar juridisch technisch, dat er een duidelijke verplichting op iedere burger en ook op iedere staat rust om zich als een goed huisvader te gedragen. En een goed huisvader die voorkomt gevaar, nodeloos gevaar voor anderen. En dat is een juridische verplichting. Het niet voldoen aan die verplichting wordt ook wel onrechtmatige daad genoemd, of het schenden van een zorgvuldigheidsplicht. En die plicht geldt op iedere burger, maar geldt dus wederom, en nogmaals, ook op iedere staat. En dit beginsel kennen we niet alleen in Nederland en in België. Dit beginsel kennen we in de gehele wereld, in ieder geval de westerse wereld. Dus juridisch is dit een hard aanknopingspunt dat overal bruikbaar is. En wat betekent dat nou om te beoordelen? Wat heb je er nou voor nodig om te kunnen beoordelen of iemand zich niet meer als goed huisvader gedraagt en onnodig gevaar voor een ander creëert? Er zijn een aantal criteria voor. En de eerste is dit. Is het gevaar, en in dit geval bij de staat dus, is het gevaar bij de staat bekend? Nou, dat is een evidente inkopper, want de staat heeft zelf die 2 graden mee gedefinieerd. Dus de staat kent het gevaar van 2 graden. Het is ook iets wat door andere staten onderschreven wordt en iets wat door de wetenschap gedragen wordt. Het tweede criterium dan. Hoe groot is de kans dat dat gevaar zich zal materialiseren? Als wij niet drastisch koerswijzigen, is het zo goed als zeker dat dit
gevaar van een overschrijding van 2 graden zich gaat materialiseren, omdat we op een koers van 4 graden zitten. En hoe serieus is dit gevaar nu? Nou, ik denk na de presentaties van Injas en Serge dat we daar verder eigenlijk niet veel woorden meer aan vuil hoeven te maken hoe een wereld van 4 graden eruit ziet en wat er allemaal niet aan te wensen is. En een andere vraag is, heeft de staat dan een verantwoordelijkheid jegens zijn burgers om zich op deze manier te gedragen, of althans op de manier dat er meer emissies gereduceerd moeten worden? Ja, die verantwoordelijkheid is er. Er is in Nederland en in België geldt hetzelfde, een grondwettelijke plicht om de leefbaarheid van je land te waarborgen, om de milieukwaliteit van je land te waarborgen en heel belangrijk om te voorkomen dat er mensenrechtsschending in je eigen land plaatsvindt. Iedere staat heeft een harde verplichting op basis van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens om te voorkomen dat in zijn land mensenrechtsschending kan plaatsvinden. En dan zult u misschien zeggen, ja, maar daar vindt nu toch geen mensenrechtsschending plaats? Op dit moment niet, maar in een wereld van 4 graden wel. En we hebben net gezien hoe dat vertraagde effect werkt, dat het handelen van vandaag zal dicteren hoe de komende decennia zich zullen ontwikkelen en met wat voor een opwarming we rekening zullen moeten houden. En in een 4 graden wereld zal die schending er ook in België en ook in Nederland zijn. En het laatste criterium dan is, als je let op de omvang van het gevaar, de hoegrootheid van de kans dat het zich voor gaat doen en de ernst van de consequenties ervan, mag je dan zeggen dat er een bezwaar is om die preventiemaatregelen te treffen? Nou, dat zijn eigenlijk communicerende vaten, want hoe ernstiger de schade, hoe minder snel door een rechter zal worden aangenomen dat het bezwaarlijk is om preventiemaatregelen te treffen. Nou, we hebben het hier over de ernstigste vorm van gevaar. Dus het begint al met het feit dat het heel moeilijk zal zijn voor de staat om aan te tonen dat zij dat zij bij mag dragen aan het creëren van dat gevaar voor de samenleving. Maar iets anders is dat diezelfde staat ook allemaal gezegd hebben dat ze die reducties wel degelijk kunnen realiseren. En ze weten ook allemaal hoe het moet. Hè. Energieefficiëntie, duurzame energie, carbon capture and storage. Je kunt het zo gek niet bedenken. Er zijn legio oplossingen om naar een low carbon economy te gaan. Maar het gebeurt niet. En aan al deze eisen is dus voldaan. En zowel in Nederland als in België denken we dat we daar een hele sterke zaak op kunnen bouwen. Dus in het kort, juridische grondslag is het goed huisvaderschap en het voorkomen van mensenrechtsschending in eigen land. De eis is dat België en Nederland, maar de Belgische zaak zal zo nader worden toegelicht door iemand anders, dat België dient bij te dragen aan het blijven onder de 2 graden Celsius en dat dat de facto dus een verplichting inhoudt om in de bandbreedte van 25% tot 40% te reduceren per 2020. En misschien één verweer van de staat in Nederland in die procedure is dat de staat eigenlijk blijft volharden in het feit dat het een politieke beleidskeuze en beleidsvrijheid is om te bepalen hoeveel er gereduceerd moet worden. En wij zijn eigenlijk redelijk stellig in het verhaal dat we heel ver mee willen gaan met politieke beleidsvrijheid, maar dat politieke beleidsvrijheid in een democratische rechtsstaat daar ophoudt waar die beleidsvrijheid tot grootschalige mensenrechtsschending zal gaan leiden. En er is veel lof, denk ik, voor de VZW-klimaatzaak. Want we moeten goed begrijpen dat die rechterlijke macht, die derde macht in onze democratische samenleving, die er is omdat we hem kunnen inroepen, kunnen adiëren op het moment dat de politieke machten, de wetgevende en de uitvoerende macht, onze rechten beschermen. Die partij, die derde macht in de samenleving, kan niet proactief, zelfstandig zich in zo'n dossier mengen. Die macht heeft iemand nodig die het lef heeft en die de moed heeft om zo'n zaak aan de rechter voor te leggen. En de VZW-klimaatzaak heeft dat lef. En ik heb daar buitengewoon veel respect voor. En ik denk dat de mensen ook achter de VZW-klimaatzaak en ook gezien hun statuur in de samenleving een enorme impact zullen hebben op de klimaatdiscussie in België. En ik heb dus hele goede hoop dat het een-tweetje van een ingebrekenstelling en een rechtszaak aan de ene kant en de mensen die achter dit initiatief zitten aan de andere kant tot goede resultaten zal leiden. Ik dank u.